Nou, we blijven even in de winkeldiefstalsfeer, want ook deze man wordt hiervoor door de politie gezocht. En op deze beelden is goed te zien waarom. Jaarlijks wordt er in Nederland voor miljoenen gestolen. Een enorme schadepost voor winkeliers dus. Waar misschien niet iedereen bij stilstaat, is dat die schade uiteindelijk verrekend wordt in de prijs van een product. Iedereen is dus gebaat bij het bestrijden van winkeldiefstal. En dat begint hier met de vraag aan u: wie is deze man?